Heel goedemorgen, welkom bij deze marktsupdate van BNP Paribas. De aandelenkoersen trekken weer stevig aan, nu zowel in Duitsland als de VS de rente weer wat daalt. Hoewel dit jaar de Amerikaanse Centrale Bank en de ECB de rente nog stevig zullen verhogen, zal de dreigende recessie uiteindelijk een rem zetten op het agressieve rentebeleid. Vooral de Nasdaq profiteerde met een plus van 2,2%. Bedrijfscijfers kwamen over het algemeen positief door en ondersteunden zo het sentiment. Na beurs viel Alphabet wel tegen, de groei bij Google vertraagt. Wederom hetzelfde gaat op voor YouTube. De clouddiensten draaien nog wel goed. Het aandeel levert uiteindelijk 6% in. En bij Microsoft draaide clouddienst Azure nog redelijk, maar hier was de groei wel minder sterk dan verwacht. En de pc-markt is na de corona-hoos zonder meer zwak te noemen. Het bedrijf heeft dan ook last van de sterke dollar. De koers van het aandeel hield nog wel redelijk stand. En Texas Instruments zag de winst en omzet terugvallen. Beleggers reageerden teleurgesteld en zo leverde de koers ruim 5% in. In Azië trokken de indices over een breed front wat aan. De Chinese beurswaakhond liet nog wel weten een open en transparante handel na te streven. Ondertussen duiden de futures in Amsterdam op een iets lagere opening. En Heineken zag de omzet met 7,8 miljard nipt onder de verwachting uitkomen. De biervolumes bleven met een stijging van 8,9% ook iets achter bij de 12% groei die voorzien was. Toch is men zelf positief over de bereikte resultaten in een moeilijke tijd en handhaaft men de eerder uitgesproken outlook. En KPN ziet de groei bij zakelijke klanten doorzetten en overtreft de verwachtingen. De operationele winst kwam uit op bijna 620 miljoen tegen net geen 600 miljoen een kwartaal eerder. De netto winst trok met 14% aan tot 211 miljoen en ondanks de toenemende kosten door energie, lonen en rente verwacht men de doelstellingen te behalen en blijft het dividend op 14,3 cent staan. En Deutsche Bank overtreft ruimschoots de verwachtingen met een winst van 1,1 miljard en zet door om de doelstellingen voor heel 2022 te realiseren. En bij BASF schrijft men 750 miljoen af op Nord Stream 1, maar weet ondanks moeilijke omstandigheden de outlook voor heel 2022 overeind te houden. Op de agenda vandaag nieuwe woningverkoop en olievoorraden uit de VS. Cijferaars na beurs zijn onder andere Unibail Rodamco, Fastnet en vanavond Meta. OCI gaat vandaag maar liefst €3,55 ex-dividend. En morgenochtend hebben we cijfers van onder andere Shell, Unilever en Flowtraders. HSBC en Deutsche Bank zetten Philips op verkopen, respectievelijk koersdoelen 12 en 11. UBS geeft Philips een hold-advies op 13 en KBC zet NX Filtration opkopen met de koersdoel van €14. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.